Gevoel, dat zit van binnen. Het hoort bij je binnenkant. Je kunt je blij, boos, bang of verdrietig voelen. Of je hebt een gevoel wat daarop lijkt. Soms zie je aan de buitenkant hoe iemand zich van binnen voelt. Bijvoorbeeld, je vriendin zegt: ik heb geen zin. Ik ben moe. Je ziet dat ze er heel moe uitziet. Ze zit duidelijk niet lekker in haar vel. Ze is moe van binnen en van buiten. Soms zie je een gevoel aan de buitenkant en soms niet. Je kunt het misschien wel merken aan wat iemand zegt of doet. We kijken nu verder naar gevoel. Ik heb 4 video's voor je. Ze gaan over Nadia, over haar gevoel en haar verhuizing. Ik ben benieuwd of jij kan zien wat ze voelt. We gaan kijken naar Nadia. Zij gaat verhuizen. Haar broer komt haar helpen met inpakken. Tijdens de verhuizing gebeurt er van alles. Welk gevoel herken jij bij Nadia? Fijn dat je vandaag kon helpen, oma. Er is toch zoveel te doen? Geen probleem, zus. Tuurlijk help ik je. Ik zet de doos met je borden en kopjes in de gang. Ja, fijn. Dank je. Dat servies heb ik net nieuw! Hallo, maak je zo druk? Deed je toch ook niet expres? Hey, sorry. Het gebeurde opeens. Per ongeluk. Oké? Echt? Ja. En je deed het niet expres. Sorry dat ik zo schilde. Het is oké. Okay. Super fijn dat je me helpt. Je hebt net Nadia en haar broer Omar met de verhuisspullen gezien. Omar laat per ongeluk een doos vallen en al het serviesgoed is stuk. Zo ziet de reactie van Nadia eruit. Weet jij welk gevoel dit is? Hoe kun je dat zien? En wat zie je dan? Dit gevoel heet boos. Bij Nadia kan je dat goed zien. Ze praat hard en ze balt haar vuisten. Ben jij wel eens boos? Zo ja, wanneer? En hoe zie je dat bij jou? Je mag je boos voelen. Boos hoort bij jou. Net als de andere gevoelens. Je boos voelen voelt heftig. Vaak is het dan handig om eerst rustig te worden. Dan kun je vertellen wat je dwars zit. Als je boos blijft, snapt de ander je meestal niet. En je kan ruzie krijgen. Ook dat wil je niet. Ik heb een paar tips om rustig te worden. Loop even weg. Zoek bijvoorbeeld een rustige plek in huis. Of ga even wandelen buiten. Haal diep adem. Adem in. Adem uit.
Dat doe je zo. Tel tot 10. En denk aan iets leuks of iets fijns. Als je rustig bent, dan kan je met iemand praten. Dat kan je helpen. Vertel dan ook waarom je boos bent. Wat maakt jou zo boos? We hebben het nu gehad over boos zijn. Over gevoelens valt nog veel te vertellen. Hoe voel jij je nu? We gaan kijken naar Nadia. Ze is aan het verhuizen. Ze heeft samen met haar broer alle spullen ingepakt. Ze gaat bijna naar haar nieuwe huis en haar vriendin Anne komt afscheid nemen. Kijk maar eens mee. Welk gevoel herken jij bij Nadia? Hey. Ik dacht... Ik kom nog even afscheid nemen. Anne, ik ga je zo mis. Hier. Hier. Gelukkig kunnen we met elkaar bellen. Kom je bij me langs als mijn nieuwe huis helemaal is ingericht? Ja, tuurlijk. Succes morgen. Dank je. Dag. Doei. Je hebt gezien dat Nadia en Anne afscheid nemen. Zo ziet Nadia eruit. Weet jij welk gevoel dit is? Hoe kun je dat zien? En wat zie je dan? Dit gevoel heet verdrietig. Je kan dat bij Nadia zien. Je ziet tranen. De tranen lopen over haar wangen. Ben jij wel eens verdrietig? En hoe zie je dat bij jou? Wat doe je dan? Je mag verdrietig zijn. Verdriet hoort bij het leven. Maar het voelt zwaar als je er alleen mee zit. Ik heb een paar tips. Ze kunnen je helpen je beter te voelen. Je kunt met iemand praten. Het is fijn als iemand naar je luistert. En zeg dat je verdrietig bent. Vertel ook wat je verdrietig maakt. Of denk aan iets leuks. En doe het. Iets dat je blij maakt. We hebben het nu gehad over verdrietig zijn. Over gevoelens valt nog veel te vertellen. Hoe voel jij je nu? We gaan kijken naar Nadia. Zij is aan het verhuizen. Alle spullen zijn inmiddels ingepakt en ze is klaar voor vertrek. Samen met haar begeleider Sophie gaat ze in de verhuiswagen naar haar nieuwe woning. Kan jij kijken welk gevoel jij ziet bij Nadia?
Ik voel me niet oké. Misschien wonen er allemaal stomme mensen. En zie ik mijn vrienden nooit meer. Straks is het niet leuk. Kan ik dan terug? Gaat het een beetje met je, Nadia? Je bent zo stil. Ja. Laat me maar. Misschien wil ik toch wat vertellen. Dat verhuizen. Ik vind het helemaal niet fijn. Ik ken die mensen niet. Straks vinden ze me niet aardig. Wat goed dat je mij dit vertelt. Ik begrijp heel goed dat je je zo voelt. Je hebt net Nadia gezien die onderweg is naar haar nieuwe woning. Nadia's gezicht ziet er zo uit. Weet jij welk gevoel dit is? Hoe kun je dat zien? Wat zie je dan? Het gevoel dat we net hebben gezien heet bang. Heb jij dat gevoel ook gezien? Je kan dat bij Nadia zien en horen. Ze bijt op haar nagels. Ze is stil. Ze zit voorovergebogen. En haar stem klinkt zacht. Ben jij wel eens bang? Hoe ziet dat er bij jou uit? Iedereen is wel eens bang. Bang is voor veel mensen een lastig gevoel. Je kunt er wel iets mee doen. Ik heb wat tips voor je. Zoek iemand om mee te praten. Iemand die jij vertrouwt. Vertel dat je bang bent. En wat je bang maakt. Vertel wat jou het beste helpt. Of bedenk samen hoe jij je minder bang kan voelen. We hebben het nu gehad over bang zijn. Over gevoelens valt nog veel te vertellen. Hoe voel jij je nu? We gaan kijken naar Nadia. Ze is aan het verhuizen. Samen met haar begeleider Sophie is ze op weg naar haar nieuwe woning. Ze wordt daar ontvangen door haar nieuwe begeleider. Kan jij kijken welk gevoel jij ziet bij Nadia? Hi, jij bent vast Nadia. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben Nadia. En ik ben Mieke. Gezellig dat je bij ons komt wonen. We gaan zo koffie en thee drinken. Vind je het leuk om mee te gaan?
Dit is de woonkamer. Zo. Nou, we hebben speciaal koeken voor jou gehaald. Sonja uitgezocht. Sonja, zou jij het willen aangeven? Zo. Nou. Dan komt Lotte aan. Hoi Lotte. Lotte. Lotte, dit is Nadia. Nieuwe bewoonster. Mooi. Wil je lekker een kopje koffie? Een kopje thee? Ja, thee graag. Thee? Wil iemand anders nog lekker koffie of thee? Lotte? Je hebt zojuist gezien hoe Nadia kennis maakt met haar nieuwe begeleider en huisgenoten. Nadia's gezicht ziet er zo uit. Weet jij welk gevoel dit is? Hoe kun je dat zien? En wat zie je dan? Nadia voelt zich blij. Ze heeft een grote glimlach op haar gezicht. Ben jij wel eens blij? En wanneer is dat dan? Blij is een prettig, fijn gevoel. Het is een gevoel om van te genieten. We hebben het nu gehad over blij zijn. Over gevoelens valt nog veel te vertellen. Hoe voel jij je nu? Je hebt net gekeken naar Nadia en haar gevoelens tijdens haar verhuizing. Soms voel je je prettig en soms niet. Ieder mens heeft ermee te maken. Voel je je niet prettig, dan is het goed om te weten dat gevoelens komen, maar ook weer voorbij gaan. Als golven van de zee. Ze rollen naar je toe. Soms spoelen ze over je heen, maar ze glijden altijd weer weg. Wat je altijd kunt doen, is praten. Praten over een vervelend gevoel helpt. Fijn dat je keek. En tot de volgende video.